ik altijd al een neus gehad voor zaken te doen. Think big, zeg ik altijd. Ik heb in Brugge een aantal locaties heb toegen, waar we fantastische projecten gaan doen. Politiek en geld, geen enkel probleem. Alleen de mensen moeten meegaan. Pak nu die kijker achter mij, zeg. Wie houdt er nu nog naar de messen? Ga je naar de messen? Nee. Wie houdt er nu nog naar de messen? Niemand houdt er nog naar de messen. Moesten we dan nu een keer plaats met? Dat is 3 dustvierkante meters, hè, maat. Weet je hoeveel mensen er dan wonen? Nu? Nou, zet dan een building, laat mij doen. Kunnen dan minimum 680 mensen wonen. Hey, ik zit al zo voor mee. De Santa Cruz Building. Kerkweg, Santa Cruz Building, omhoog. Brugge leeft van de toeristen. Dat is niet gezond. Brugge heeft behoefte aan een eigen industrie. Pak nu dat concertgebouw hier achter mij. Dat heeft al die een industriële look. We kunnen een hele bedrijvenzone daar rondbouwen in diezelfde stijl. Dat zou toch prachtig zijn? Het Albert Concert Business Park. Allee, hoe dat dan noemt, moet je er maar beslissen. Nee? Je moet een beetje creatief denken. Nee? Of pak nu gewoon het Tillehambos bijvoorbeeld. Die boom dat staat hier al 300-400 jaar. Maar dat kan toch niet gezond zijn? Ja, ze zijn waarschijnlijk plukken voort. Wat zijn daar uiteindelijk niet? Weet je dat er hier mensen wonen in de buurt en dat die mensen moeten uitwijken naar knokken om een keer te kunnen halven? Ik vind dat daar. Allee, die sukkeloos zijn. En dan is zoiets van, ja, mensen, doet die boom maar. Ah, hij maakt er een hoofdterrein van. Het is ervoor gemakt. Hopla. Is dat niet fantastisch in? Allee, mensen, Brugge, word ik jij wakker, zeg. Kom aan. En lek of dat er nog geen water genoeg is in Brugge, staan we hier aan de Sint-Pietersplas. Dat is alleen maar water en bruggen. De jonge gasten komen hier surfen, hebt water. Hé, hey, gast! Ze hier op 10 minuten van de zee. Kunt al gaan surfen, nee? Dat kan er bij mij niet in. Ik zou dat hier droog leggen. En ik zou dat verkavelen. Met een hangster of zo. Dat is toch een nobel doel? Ik kom hier toch niet surfen op mijn plas, hè? Kun je surfen in een glas water? Laat ons eerlijk zijn, mensen, bruggen. Het is werelderfgoed, maar ja, we zitten er ook mee. Hè. Weet je dat hier allemaal namak is? De Duitsers en Chinezen hier zou herkomen omdat het allemaal namak is. Moest je de jonge gast van mijn kantoor laten doen? Zo'n brug heel plat smitten en een rep bouwen in China. Wauw, dat gaat wel een beetje ver, vind ik. Goed dat ik er nog ben, ja, ben toe. Where are you from? Mexico. Mexico! Gelukkig hebben Bruggelingen een andere kijk op ruimte. Ga snel naar bruggemaaktruimte.be voor meer info.